Ik ben Luc van de Velde van de groep SMS en ik ben sinds 1 januari burgemeester van Eeklo. Binnen dit eerste jaar zou ik vooral politieke rust in Eeklo willen brengen. De laatste zes jaar, is er heel veel ruzie gemaakt binnen het Schepencollege, waardoor heel veel projecten zijn blijven hangen en niet tot de definitieve doorbraak zijn gekomen. Daar wil ik absoluut werk van maken om goede politieke rust en een goede sfeer binnen het Schepencollege te maken en te behouden. Hoe gaat u dat doen? Door beter met elkaar te overleggen, beter met elkaar te communiceren en duidelijke afspraken te maken. Geen alleen beslissers, maar in groep alles beslissen en discussiëren over punten waar het moet over gediscussieerd worden uiteraard, maar komen tot een gezamenlijk standpunt en een gezamenlijk resultaat. Alleen binnen de gemeenteraad of kunnen dat ook informele zaken zijn daarbuiten? Dat kan uiteraard ook informele zaken zijn daarbuiten, maar ik denk dat het vooral belangrijk is. Wij zijn in Eeklo ook met een meerderheid van 14 tegen 13 in de oppositie, dus we hebben echt wel de noodzaak om te blijven overeenkomen. En door te blijven overeenkomen, denk ik, is het belangrijk om altijd goed met elkaar te communiceren en discussiepunten op voorhand te bespreken en tot een oplossing te komen. Binnen de 6 jaar wil ik graag gerealiseerd zien dat we toch een grote stap vooruit zetten in het verder realiseren van de ring van Eeklo. En wat ook heel belangrijk is, de mobiliteit van Eeklo is een drama momenteel. We moeten daar echt wel werk van maken. Die doortocht, daar passeren elke dag 27.000 auto's rond. En door ook heel veel zwaar verkeer, waarvan ik van overtuigd ben dat die daar niet hoeven te zijn. Die zouden beter, het vrachtvervoer die vanuit de industriezones komen, die zouden veel beter via de ring die er ligt tot aan de expressweg. En zo via de R4 of de autosnelwegen. Niet Eeklo doorkruisen, maar zo de andere hoofdsteden en hun doel bereiken. En ik wil ook vooral zorgen dat de trein, ik heb dat ook vernomen van mijn collega van Maldenhem, de trein die stopt nu in Eeklo. Wij willen dit zo graag doortrekken naar verder, Maldenhem, richting Brugge, om zo ook die mobiliteit, die veilige mobiliteit, verder te kunnen uitbreiden en Eeklo op die manier beter op de kaart te zetten. Op vlak van mobiliteit, op die N9, dat is natuurlijk niet de alleenbevoegdheid van de stad Eeklo. Wat kan u als burgemeester, als stad wel doen om daar al iets te veranderen? Wel, ik denk dat wij vanuit het Schepencollege moeten voorstellen doen om die doortocht veiliger te maken. Het is inderdaad niet de bevoegd of de eigendom van deze stad, maar het is met AWV die we zullen moeten overleggen om tot concrete voorstellen te komen. En we hebben daarvoor heel binnenkort een afspraak met de mensen en met de directie en met de bevoegdheden vanuit de AWV om concrete afspraken te maken over de lopende dossiers en onze bezorgdheden over te maken aan deze mensen. De ring is uiteraard een aanslepend probleem, maar wat ook een aanslepend probleem is voor Eeklo, is het imagobeeld die Eeklo kent. Eeklo is de laatste jaren niet goed in het beeld gekomen bij de bevolking. Hans Vlaanderen werd het afgeschilderd als het meest marginale stad van Vlaanderen. Ook dit imagobeeld, daar moeten we echt werk van maken. En ik denk dat we dit kunnen doen door ten eerste met de meerderheid een goede sfeer te creëren, een vriendschappelijke sfeer, en goed overeen te blijven komen, maar ook en vooral door de leegstand die nu het centrum overheerst, de winkels die leeg staan, om die aan te pakken en impulsen te geven om die in te vullen, zodanig dat de betrokkenheid van de bevolking meer is dan alleen maar leegstand die nu momenteel overheerst. Belastingen heffen op leegstand of in de omgekeerde richting werken? Well, ik denk dat een combinatie van beiden zou moeten zijn. Er is nu een belasting op leegstand. Ik denk dat die moet bekeken worden zodanig dat dat meer adequaat kan resultaten opleveren. Maar ook impulsen geven om bijvoorbeeld pop-ups te ondersteunen zou ook een deel kunnen zijn om dit probleem op te lossen. In de komende 6 jaar gaan we er zeker voor zorgen dat de belastingen niet worden verhoogd. Gaan we zorgen dat er een goede sfeer heerst binnen Eeklo. En dat er met veel burgerparticipatie, inspraakmomenten met de bevolking en luisteren naar de mensen en impulsen van de bevolking laten komen, daar willen we echt wel werk van maken. Dit is de laatste jaren ook te weinig aan bod gekomen. Er werd te veel eenrichtingsverkeer gespeeld binnen de politieke beleidsmensen. En dit kan eigenlijk niet. Dat komt de stad niet in goede en ook het imago niet in goede. Dus de belastingen gaan we niet verhogen en we gaan ervoor zorgen dat het Eeklo aangename, aantrekkelijke winkelstad, inkoopstad en
een mooi handelscentrum krijgt, waar veel plaats is voor horeca, waar veel plaats is voor winkels enzovoort.